Alleen die baas was een beetje zot. Dat al zijn stoelen buiten gezet, ze zaten toch op zijn vrouw. En ik zat daar zo en een chocomel om mijn rokste te drinken en zo'n liedje nu. Voor jouw hipster aan mijn schouder. Je ziet daar in de verte stofwolken aankomen. Ja, die Elzangers die zijn bericht om stofwolken, hè. Vooral die ze achterin maken. Die komen daar zo aan. Hè. En die naderden, hè. En die naderden en die kwamen toch dichterbij, hè? En die waren daar, hè? Boem, klink, klak, boem. Die leggen daar zo die deur met dat belletje op de bar, alsjeblieft. Hé, Mike, heb jij die daar zien zitten? Ze daar is met die pummel gaan nu, die kwamen ze naar me toe. Nou, raar dat dat was, een alsnog van overblokken rond zijn nek. Want het is het koud op hun binnenband van een bromer. En die voor zijn tanden waren kapot van op dat ventieltje te knallen, hè. Die komt daar zo aan me, naar me aan, hè. En die pakt die chocomel en die giet die over mijn kop uit. Ik houd het hoofd koel. Maar kom daar niet lang aan te houden, hè, want die ijsblokjes begonnen te chambreren. Ik zeg zo, pas op, hè, jongen. En die andere, grens, grens, aangegrensd, hè. Ik pak die nasbak daar in goed vol, een tof café, goed vol. En ik doe die plak in met geweld in zijn richting. En hij pakt die nasbak terug en hij doet die in mijn richting in mijn mond. Wat kun je anders zeggen met een mond van nasbak? Olifant, steek, weet je wel? Ja, biologisch tuinieren. Kwaad worden. Kwaad worden. Nee. Maar dat was vroeger, hè. Maar kijk, ik was al eens een keer aan het optreden op een zaterdagavond zo, en dan komen opeens al die zangers binnen, hè.
Precies, Mozes die binnenkwam, al dat publiek ging zo opzij zo. Die kwam daar zo aan, hè. En die, hé Mike, we zullen er even bij die pummel gaan zitten. Die heetten allemaal Mike, hè, die jongens. Behalve die Joop, die heet Frans. En die kwam, nee, die zat daar. Jij Urbanus, jij denkt dat je hier met de Nelsetjes mag staan lachen. Ik lach niet meer. Dat is maar voor de grap, hè, jongen. Pas op, als je buiten komt, dan zul jij ook nog wel beleven. En Mike, dan kwam er opeens zo een en op mijn podium gesprongen en die grabbelt me zo vast en die schiet me door elkaar. Wilt je straks eens in mijn poesie albumetje tekenen? Heb ik daar even geluk, zeg. Met die olifant. Ja, die olifant. Ik woon in een streek in België en dat heet Pajotterland, hè. Dat kennen we, Pajotterland. Ken je dat niet? Als je hier buiten gaat, dan rechtsaf, linksaf. Ja, je zult het toch nog eens een keer moeten vragen. Hè. Nee, ik zal het anders uitleggen. Als je hier de wereldboot hebt, hè, dan ligt dat hier zo, hè. Maar dat kan ook daar liggen, hè, want de wereldboot draait vooral 's nachts. Ja, en in Pajotterland zijn ze daar zo, ben ik daar bezig, biologisch tuinieren. Hè. En dat biologisch tuinieren, dat moeten van het eerste geval moeten al niet meer rondspitten. Dat is al een van de vele voordelen. Hè. En je moet compost maken. Compost, dat is dat allemaal keukenafval bij elkaar voor een heel jaar. En dan die stapeltjes opzij leggen. Keukenafval, bladeren, zeewier, wat kalk, zeewier. Je kunt daar je schoonmoeder tussen foefelen. En dan zeewier, bladeren, kalk. Je doet dan wat afval, bladeren. En dan laat het dan maar rotten. Hè. Die schoonmoeder zorgt er wel voor dat daar regelmatig door elkaar geschud wordt. En dan laat het dan rotten. Hè. En dan strooide die compost in de hof uit. Hè. En dan komen er heel veel pieren. En die pieren, die trekken die compost naar beneden en die laten dat door hun lichaam glijden en dan komt daar humus uit, humus. En die planten, die zuigen daar humus op, want dat is weer het voedsel voor de planten. Dat is weer een groot bewijs dat de aarde rond is. Ja. Maar hoe meer pieren in hun hoofd, hoe meer mollen in uw hoofd. Een mol, dat kennen we wel, hè. Ik heb daar zo allemaal mijlpaaltjes gezet, zo met mijn wijzertjes naar de tuin van onze buurman. Maar het schijnt dat de mol geen steek kan zien, hè. En wegwijzert is in braille. Vind dat maar, ze vind dat maar. Ja, en aan die mijlpalen van ons, hè, staan er al handvaten van die elke dag te verzetten. En bij ons, die buurman, dat is echt zo'n zalfpakker, hè. Je kent dat wel, zo met mijn poeierke hier, poeierke daar. En op de middag was hij dan met zijn tractorje aan het rijden over het veld. En die stooien er allemaal vieselijk geel poeier en zo. En ik ga dan naar de toer, hè. Maar waar zit jij hier dan weer op het veld uit te strooien? Waar is dat nu weer voor nodig? Voor de olifanten weg te jagen, hè. Maar hier zitten toch geen olifanten in Pajotterland? Goed poeier, hè, jongen.